Mijn vader was radiotechnicus en die was in die tijd, toen ik geboren werd, toen was hij verbonden aan de Bergen-op-Zoomse radiocentrale. Het was een NV die meerdere radiocentrales in West-Brabant exploiteerde. En daar was kortelings dus die van Prins Hagen bijgekomen. En hij werd daar beheerder. En we kwamen in een groot huis te wonen, met een grote tuin. En het leven was fantastisch. Dat was in 1937, in de Doelen. De crisis brak door. Dus dat was een moeilijke tijd. De mensen die hadden geen radio meer. En als die kapot was, of als gewoon een lamp versleten was, dan kostte dat een behoorlijk bedrag. En vader heeft wel eens een half jaar lang geen salaris gekregen. Maar dan zorgde hij ervoor dat hij thuis radiotoestellen repareerde voor mensen, zodat mijn moeder toch huishoudgeld kreeg. En wat ik eigenlijk mezelf nog herinner van die tijd in Prinsenhagen, we hadden een dienstmeisje en mijn moeder die vroeg dan, heb je nog geen verkering? Nou, zegt ze, hier in het dorp kan ik niet makkelijk een vrijer vinden, want er zijn hier alleen maar bakkers en werklozen, zei ze. En wat zij dan bakkers noemen, waren bakkersknechten, jongens die brood gingen bezorgen. En en werklozen. Een van de kamers die wat naast de rest van het woongedeelte lag, daar was de radiocentrale gebouwd. Een hele, een beetje pompeus rek met apparaten. Er stonden versterkers en een groot schakelbord waar die verschillende delen waar dat net in verdeeld was, mee in en uitgeschakeld konden worden. En vader had een hele hoop werk, want die hele centrale moest opnieuw opgebouwd worden. En dan moesten ze ook in het buitengebied palen worden weggezet, waar die draden zo langs liepen. En dat ging heel ver, dat ging tot achter op de rit, hè. En ook in Prinsenbeek kwamen ze terecht. En die draadjes die kwamen dus uiteindelijk allemaal daar samen in de Doelen. Daar werden abonnees geworven, maar dat gebeurde met gestenselde blaadjes. En dan zaten wij soms aan de huiskamertafel die dingen te vouwen. En dan werden er wat mensen uit het dorp geronseld die bereid waren om dat in de bus te stoppen. En mijn vader kende dus een heleboel mensen, omdat hij daar moest zijn vanwege de aanleg van dat werk. Daarvoor namen ze trouwens ook mensen aan in dienst, hè? Tijdelijk volk. Mensen die met de schop overweg konden om die gaten te graven waar die palen in moesten. Die met laddertjes liepen te sjouwen. Werd die administratie door uw vader ook zelf gedaan voor abonnees? Of... Ja, ja. Ja, hij had een bureau staan in die centrale. En daar hield hij dat soort dingen bij. En ik meen dat hij ook wel eens geld ging innen bij mensen die wat achter stonden met de betaling. En had uw vader ook wat met de omroepverenigingen van die tijd? Niets. Nee, het enige wat ze deden, ze verzorgden één avond in de week een grammofoonplatenprogramma. En dan hadden ze ook weer in diezelfde centrale, daar stond een tafeltje met twee van die draaitafels. En dat was in de tijd dat er nog voor iedere plaat een nieuwe naald in de pick-up gezet moest worden. Dus daar zat zo'n bakje met gebruikte naalden en nieuwe naalden. En er hing een microfoon boven. En dan werden die platen die werden aangekondigd. En daar gingen wij dus luisteren in de kamer dat papa bezig was met die platen te draaien. Want hij gaf eigenlijk de programma's door die in Hilversum werden gemaakt. Maar hij had ook een eigen grammofoonplatenuur. Ja, ja dat was allemaal geregeld door de
door een vereniging. Er was een of andere overkoepelende vereniging van radiocentrale eigenaren. En die hadden dat geregeld. Die hadden dus een hele hoop grammofoonplaten. Dat waren allemaal 78 toerenplaten. Ja. En die waren verdeeld over een aantal koffers. Van die grote houten koffers. En die koffers die werden geruild iedere keer. Dus dat schoof zo door. En ik weet nog goed dat wij door een van de knechts meegenomen werden naar de radiocentrale van Ginneke. Met een bakfiets, die had hij gehuurd of zo. Die koffer erin, een paar kinders erin en de fiets ging die naar Ginneke toe. Dan werd die koffer geruild en dan kwam hij weer terug met een nieuwe koffer. Wat voor platen waren dat die draaiden? Wat voor muziek was dat? Nou, het was meestal, laten we zeggen, lichte muziek. Hè? Maar ik herinner me bijvoorbeeld het liedje van August de Laat, een bekende cabaretier uit die jaren. En die had een liedje, ik heb een spijkertje in mijn schoen. Ik heb een spijkertje dwars door mijn schoen. Een man die dus dronken was, daar ging het liedje eigenlijk over, maar die de schuld gaf aan het spijkertje in zijn schoen. Zoiets was het. Ik pas al zo, maar ik kan er heus niks aan doen, want ik heb een spijkertje dwars door mijn schoen. Ik heb een vriend die... Het filialied, dat soort dingen. Caruso werd er wel eens gedraaid. Fransen, in die tijd waren Fransen wel populair. Madame la Marquise. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. En dat was ongelooflijk populair. En daar hadden ze woorden op gebracht. In die tijd was Colijn een van de mensen aan de regering. En ze zongen, meneer Colijn, de gulden is gevallen. Een potje bier kost kapitalen. En dan was er bij ons, erachter op de rit, er was een oud boertje. En die weigerde guldens aan te nemen. Kwartjes en dubbeltjes, dat mocht dat, maar guldens niet, want die gulden was gedevalueerd. Nederland mobiliseerde in 1939. En ik herinner me dat de drukker bij ons, die werd ook opgeroepen. Maar dat was een hele dikke man en daar hadden ze geen uniform voor. En dan liepen die soldaten, die liepen te marcheren op straat. En dan liepen er altijd een paar hele dikke of hele lange bij. En die hadden geen pak. Die liepen gewoon in de burgerpak daartussen. En er werd gezegd dat je een schuilkelder moest aanleggen. Dat was een grote tuin. Dus er werd bij ons werd hard gewerkt aan een schuilkelder. Je groef een kuil. Het zand gooide je daarnaast als een soort dijkje. Daar legt hij, we hadden van die palen, hè? Van die telefoonpalen. Hè? Je legt die palen eroverheen, je gooit er weer wat zand overheen. Je zorgt ervoor dat je erin kunt. En dan heb je een schuilkelder. En dan waren ze daar bezig. En vader had een lange snoer van de dichtstbijzijnde aansluiting van de radiocentrale naar buiten gelegd. En de luidspreker stond daar buiten. En dan hoorde je de nieuwsdienst van het persbureau Vasdias. En als dat kwam, dan renden vader en Chris Wiesten, denk ik, die twee, die waren die schuilkelder aan het maken, die renden dan naar die luidspreker en die gingen dan zitten luisteren hoe ver het nu stond met die inval. MUZIEK